De gemiddelde voetballer gaat op zijn 35e met pensioen. Maar niet iedereen op het voetbalveld. Zoals deze scheidsrechters, die al jarenlang de fluit te hand nemen. Maar nu ze dik in de 80 zijn, wordt het toch echt tijd om afscheid te nemen van meneer Weteringen en meneer van het Nederland. Ik doe dit 35 jaar, het stoppen. Daarvoor heb ik in de zaal gefloten van de KNVB en in het veld van de KNVB. Dus ik heb heel veel jongens en meisjes gefloten als zaalvoetballer of veldzetter. Ik ben 87 geworden in mijn hart, begin maar. Maar ik voel me niet meer geschikt om verder te gaan fluiten. Want ik voel me een beetje, draaierig. En het is niet altijd makkelijk om scheidsrechter te zijn. Zo kregen deze mannen vanzelfsprekend te maken met commentaar vanaf de zijlijn. Ik floot bij AFC in Amsterdam-Zuid, wel bekend. En was er een moeder en die ja, hey Jantje, op zijn Amsterdam staan. Hey Jantje, schop hem voor zijn pota. Ik floot af, ik draai me om. Dus Jan, wie is jouw moeder? Dat is niet mevrouw. Zeg, wil je dan aan je moeder vragen of ze naar boven wil gaan? Want ik wil haar hier niet meer hebben. Nou, ik zal me niet zeggen wat Jantje zei over zijn moeder. Zo van, op zijn Amsterdams, vrouw Kaleren Werf. Ik wil je, dat had je al eerder moeten meemaken. Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt. Dat de man soms op de bank zat een beetje tegen me tekeer ging. Omdat ik het niet goed deed. Hoe ging je daarmee om? Gewoon iemand wegsturen. Ja. En gewoon de wedstrijd vervolgen. Want het was nog tijdens de wedstrijd. Wat zijn de plannen van de scheidsrechters nu ze met pensioen gaan? Kansen vieren. En je vrouw helpen. We wandelen, maar ja, we wandelen. Het gaat niet zo mis meer. Ja. Het is mooi geweest, ja. Daarvoor hebben we beide besloten om te stoppen.